Nou, de kaaipootjes wordt bedoeld de rimpeltjes die rond de ogen zich bevinden. De kraaienpootjes zijn uitstekend te behandelen. Dat kan over het algemeen het beste gedaan worden met azalure, dus een botox. Maar je kan ook eventueel denken aan Belotero of de Plexer. Je hebt maar één behandeling nodig om de kraaienpootjes goed te behandelen. Nou, de tevredenheid van mijn patiënt van de behandeling is uitstekend. Nu is het wel belangrijk om te realiseren dus dat bijvoorbeeld met de azalure wij deze spiertjes heel goed kunnen ontspannen. Maar je kunt je voorstellen dat ook als jij lacht wat dit spiertje is, dat dat ook een verplaatsing van de huid kan zijn. Zodat je daar dan toch soms wel eens die kraaienpootjes een beetje zou kunnen zien. Dat is wel belangrijk, want we kunnen een lach, die kunnen we wel wegnemen, maar dat gaan wij in onze praktijk zeker niet doen.